Laatste werkdag. Woe! Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Leroy en vandaag is een speciale dag. Vandaag is mijn laatste werkdag bij mijn huidige werkgever. Mijn laatste werkdag als courier. Is heel snel gegaan. Kijk er ook best wel naar uit. Laatste keer pakketjes bezorgen. Ik heb dat wel eens eerder gezegd, alleen nu ben ik ervan overtuigd dat ik ook echt weg blijf. Het is mooi geweest zo. Ik verwacht gewoon eigenlijk dat het een dag is als alle anderen. Ja, zo gaan we dat dan afsluiten. De nacht ernaartoe ging niet helemaal vannacht zoals gepland. Je zou denken, je bent een beetje zenuwachtig of iets. Dat viel best wel mee. Maar we werden wel opgeschrikt door het... Ik zal het even laten zien. Daar ligt een brandalarm. Dat gisteravond dus afging. Ja, dan zit je gelijk rechtop in je bed. Gelukkig was er geen brand, maar ging het dus gewoon alleen omdat de batterij leeg was. Toch vind ik dat ze daar iets anders voor moeten bedenken. Dat het een ander geluidje geeft of zo. Misschien dat er ook wel zijn die dat doen hoor, maar die van ons die geeft gewoon hetzelfde geluid als dat er brand is, als dat de batterij leeg is. Ja, dat maakt je wel even wakker. Zoals altijd is het ook weer een lekkere regenachtige dag. Nee, ik kan het niet te goed zien op de camera, maar het is weer lekker nat, lekker Nederlands. Zoals gewoonlijk. Dus daar kijk ik weer het minst naar uit. Ik hoop dat het tussendoor een beetje droog is. Super leuk als je weggaat. Dan weet de hond ook dat je weggaat en dan krijg je dit. Dan gaat hij zitten als een stokstaart. Ben jij een stokstaart vandaag? Ben jij een stokstaart? Vind je het niet leuk dat papa weggaat? Nee. 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 Wil je snoepje? Toverwoord, hè? Wil je snoepje, dan krijg je dit. Dus jij een snoepje? Mickey, laat hem maar. Zitten. Zit omhoog. Dus jij een snoepje? Blijf. Blijven zitten. Omhoog. Blijf. Nou, doei Binky. Doei. Tot vanmiddag. Nou, laten we vier tasje meenemen. Controleren ze de portemonnee erin. Is niet handig als je die vergeet. En dan gaan we er vandoor. Ja, wat ik het leukste vond aan dit werken, wat ik ook het meest ga missen, zijn mijn collega's. Ja, het was gewoon het gevoel alsof je in een voetbalteam zat. Alsof je altijd op elkaar kon rekenen en bouwen. Veel leuke dingen meegemaakt. Altijd geintjes met elkaar uithalen. Altijd even net te ver gaan met de geintjes. Dan moest je dat ook weer oplossen. Daar had ik vaak een handje van. Ja, dat is wel echt iets wat ik ga missen. Wat ik totaal niet ga missen is de werkdruk, de stress. De slechte communicatie die er heerst. Ja, het kan zoveel beter en het is zo jammer dat dat niet gebeurt, want ik denk dat je echt wel een heel goed en leuk team hadden waar ik nu zit. Alleen ja, er zijn gewoon heel veel mensen heel erg ontevreden nu en dat is gewoon heel jammer. Maar dat valt en staat ook al met elk bedrijf, denk ik. Ik denk dat het bij elk bedrijf wel hetzelfde is. Dat echt de bedrijfsvoering valt en staat met hoe je met je personeel omgaat en dat is zo belangrijk. Nou, dan lopen we dan nu voor de laatste keer. Laatste keer dit stuk, laatste werkdag. Blijft toch altijd wel iets emotioneels, moet ik zeggen. Gekke dag.
Laatste keer het lijstje vullen. Maak even een leuke vlog man vandaag. Ja, zal ik even de hele dag volgen? Nee, dat maakt niet. Laatste dag aan dit. Je bent er morgen van, hè? Ja, ik weet niet waar, maar niet hier. Jawel man, gezellig hier. Hè? Gezellig hier. Nee man, het is niet leuk hier. Laatste werkdag! Woe! Daarna echt nooit meer. Dan echt nooit meer. Volg je me al? Nee, nog niet man. Wel doen hè? Dat is leuk. Ik ga natuurlijk wel zorgen voor een knallend en passend afscheid. Dus ik ga even kijken of ik hier... de deur uit kan en dan achterlangs naar de voorkant kan komen. Even zorgen dat die deur open blijft, anders kan ik er niet meer in. Even kijken of er een route is. Ik denk het niet, er zit een hek volgens mij. Het wordt wel echt lastig. Dat is jammer. Ik moet het via de andere kant gaan doen. Maar het wordt wel grappig. Het is bijna tijd voor de frame. Kijken of de mensen kunnen laten schrikken, ja? Let op. Elke dag weer is het chaos en als ik dit zo zie, dan ben ik blij dat dit mijn laatste dag is. Elke dag hier chaos. Vraag ook. Chaos, hè? Chaos. Elke dag hetzelfde. Veel met me. Hap. Holt veel stress. Stress. Ik hou niet van stress. Stress ik. Elke dag stress. Elke dag is dit het moment dat iedereen de stress zit. Elke dag stressen. Elke dag stress. Nee, stop met roken, ga helpen. Nee, pijn in de rug. Ik moet roken van mijn dochter. Ik heb echt pijn in de rug. Ik heb de helft van alles pakket in mijn handen gehad. Hè. Ja, ik ook. Waarom werkt dit? Hè? Kijk dit dan. Serieus. Chaos. Zou je? Is ook echt een microfoon erboven? Ja. Hij schrapt tegen de wind. Je moet me wel photoshoppen, hè? Ja, dat is een brede man. Ik dacht breed als je werkt, jongen. Wil jij wijkbords weg doen? Nee, het is mijn laatste dag, ik wil er niets van. Nee, maar dan zie je nog een beetje wat van de natuur, dan kan je een beetje vloggen. Ik ben overal geweest dan. Nee, niet natuur. Ja, even Katwijk afscheid nemen, ik heb alleen maar bij die wijk op het strand alleen maar in te zoomen met de camera. Oproepte met de camera! Ook okay, even hard, joh. Je zit alleen maar tussen neus gedreven, idioot. Ben je gek of zo? Doe dan een keer je weg. Eén keer.
Dank je. Heerlijk luid. Ja, dit gebeurt ook heel vaak. Hier. Je auto zal maar zo vol zitten. Wat zou je maken? We gaan eens even vragen aan de chauffeur. Maar als je auto zo vol zit, hoe moet je je werk doen dan? Niet. Ongelooflijk. Zit hij ook weer achter ook helemaal? Koppen. Niet toeteren! Zo, gaan we missen de laatste dag? Ja man, dit is echt niet leuk meer, man. Ik ga ook stoppen, dit is ook mijn laatste dag. Oh, ze weten dan niet. Ze weten dan niet. Ja, weet wel. Als ze dit terugkijken, denk ik zo. Ze denken ook dat ik 77 stof heb. Dan moet je er wel uitknippen. Hey, goeie dus. Wat kaboeien? Ja. 4. misschien niet werkt zo. Altijd als ik dit zo zie, dan wil ik het liefst gewoon het. De deur uit en wegwezen. Je even onttrekken aan de chaos. Doe toch lang dit, man. Hey Robby, is het lastig? Nee, doe gewoon een service. Deze ook? Maar dit is wat stress moet je doen. Deze ook? En trouwens, check deze rol. Ja, nou die mag zo doen. Wat is die part daar joh? Die rollen moet ik zo goed meisje. Wat is dit zo? Dat is privacy! Ja, die moet zijn hoor. Dat is privacy! Nou, ik denk oprecht dat dit het meest stressvol is van de dag. Het inladen, het wegrijden, race tegen de klok. Je kan pakketten hebben die je voor 12 uur moet bezorgen. Adressen hebben waar je niet kan komen met je bus, etc. En als je achteraan staat, dan sta je gewoon op iedereen te wachten. En dat duurt lang. Ga je me een beetje missen, denk ik? Ja, we gaan jou echt missen, hoor. Ja. Je hebt wel een beetje de sfeer, als een beetje sfeermaker was hij. Ik ga jullie ook wel een beetje missen. Sfeermaker? Ja, sfeermaker. Smeer en sfeer. Kan ik smeren, kan ook. Nou, we gaan het toch een beetje missen, Bent. Ja, je hoort het. Jammer, maar ja, het leven gaat door. Eigenlijk. Dus, als jullie niet naar school gaan, dan kom je hier terecht. Heb ik ook een keer eerder gezegd. Nou, ik ga jullie wel missen, maar dit... Dit gaan we niet missen. Nee. Helemaal goed kijken. Nog één dagje vlammen, nog één dagje. Wat zat er van mij zo nog? Chauffeur 400. Ja. Kijk, het was verder dan voor. Ja, dat denk ik wel veel, maar het zijn de meeste van de week nu. Ja. Grote, veel groter. Wat is dat haling gedaan? Ja, superdraai. Die ook, maar misschien niet in één keer. Gaat echt. Maar hoe moet ik superdraai? Dan moet ik gaan lopen. Ik kan in de pallet wel gaan lopen. Ja, vanaf waar dan? Vanaf superdraai zitten. Vanuit de vrouwenkerk. Vrouwenkerkstraat, steeg.
Hoi vriend. Hey. Alles goed? Ja, prima. Ciao. Ja, zeker nog zwaaien. Oh, zit je met de camera? Ja, man. Yeah. Top. Het is veel vandaag, man. Dus ik ga gewoon... Meer lab dienen zeker, toch? Ja, wel veel. Kijk, zo'n drie zakken met allemaal kleintjes van deze grootte. Zeg maar, ja. Heb je allemaal gescand? Alles is al gescand. Ik ga het hier neerzetten voor. Dan, en dan roep ik je wel als het. Yes. Als het zover is. Yes, goed. Is goed, man. Yes. Yes, ik had de 35 scans. Top! Top, nou. Ze zijn allemaal nageteld, helemaal goed zo. Dit is de laatste keer dat je me ziet. Dit is mijn laatste werkdag. Oh. Ik ga wat anders doen. Ik heb ander werk, ja. Is goed, man. Top, man. Veel succes. Is goed. En ik hoop dat... Ik hoop het ook. Beter dan dit. Ja, dat hoop ik ook. Is goed, man. Je kan het zien op YouTube. Is goed. Is goed, man. Rustig aan. Thanks. Hoi, hoi. Nou, deze hebben we gehad. Dan gaan we door naar de volgende. Moet je even serieus kijken hoe lang zo'n paal is. Let op, check dit. Dat gaat gewoon helemaal de grond in. Dat maakt een herrie ook. Dus ik ga gauw even door. Kijk ook serieus hoe snel dat de grond in gestampt wordt. Bizar. Nou, ik sta hier weer achter een paar mensen die gewoon weer niet de borden kunnen lezen. En die houden nu het hele verkeer op. Deze weg is afgesloten. En dat staat gewoon met borden aangegeven. En toch, om een of andere reden... rijden mensen er toch heen als ze denken dat ze langs kunnen. En nu steken in de file. Top. Het duurt zo lang dit. En die verkeersregelaar die gaat nu één voor één iedereen uitleggen hoe ze om moeten rijden. Het duurt lang. Het is ongelooflijk aan, dan moeten ze hier keren in midden gekruisen. Daar moet ik nou op wachten. Ja, je ziet alleen mij. Je kan gewoon naar de Amfora weg, toch? Ja. Dat is goed, man. Wat even? Ja, dat is goed. Dat is goed, man. Dankjewel. Yes, maar mensen lezen die borden niet, hè? Nee, hè? Hoi. Ja. Ja, daar hebben we even gewacht. Ja, zoals jullie zien ga ik deze auto weer inruilen voor die auto. Wat is dat geluid? Ah. Zoals we zien is deze wagen inmiddels weer leeg. Nada, nops. Krijg ik een volle wagen voor terug, dan moet ik zelfs twee keer rijden. Want nu wordt hij helemaal volgeduwd met dit. Daarna moet ik terugkomen en dan moet ik deze opnemen. Die moet ik dan ook nog meenemen. Oh ja. En... voor dat moet ik ook nog terugkomen. Dus het wordt een lange laatste dag. Helaas.
Het is niet anders. Ik zit inmiddels weer in die grote wagen. En zo handig als je hier achteruit gaat rijden. Je hebt hier dus een achteruitkijkspiegel. Maar wat kan ik zien dan? Helemaal niks. En zoals eerder al verteld, ik sta weer voor een open brug. En als zo'n brug dan net weer een beetje dicht is, dan krijg je altijd gelijk zo'n verkeersinfarct. Dat niemand weet wie waar, wanneer, wie voorrang heeft. En dat duurt alleen maar langer. Komt ook weer een boot aan. Nou, ik ben nu onderweg terug naar de zaak. Voor de derde keer vandaag ga ik weer opnieuw inladen. En zo komt er gewoon geen eind aan je dag. Dat ik op de laatste dag nog gebruik kan maken van dit kastje. Hey, dit is ook wel handig. Maak ik dat kastje open, staat hij gewoon op de code. Is dat niet te geloven? Dit? Wat zijn dit voor mensen? Nou, die stapel is weg, die is helemaal ingesield. Die staat hier te wachten op de pallet. Nu gaan we het laatste stapeltje inladen en dan staat echt het laatste ritje. Nou, dit is het dan. Het laatste terugritje. De laatste keer bezorgd. Voelt minder gek omdat ik het al een keer eerder heb gezegd. Nu is het toch wel echt definitief. Laatste keer. Het is zover, het zit erop. Yes, klaar. Dat is een cavia uit de schoen. Wil je het mee? Nee, ik heb geen lijf. Moet je nou weer van? Ik heb geen meis. Ik hoef geen meis. Ik heb geen meis. Ik een rondje over. Wat doet deze man met die hond? Lekker even meis. Ja, sowieso ook die meis dat bij KFC. Deze is wel mooi, man. Ik zeg eerlijk. Deze man. Heb je deze ook al gezien? We hebben een kantine / kleedkamer / maakt allemaal niet uit. Hier. Mijn crisis is van alles hier. Vroeger hadden we nog lekkere banken waar je op kon zitten, maar dat is ook weg. Ik heb wat die spullen. Ja. Maak muziekjes dan. Maar je kan dus gewoon Skittles met hem samen, ja, met bekende YouTube. Ja, muziek voor je maken. Kijk. Voor de manier van je vriend is. Hoi, Axel. Wel abonneren, Axel. Ja.
Ik ging al het station inlopen. Tijd om uit te klokken. Laatste keer voorlopig. Voorlopig. Laatste keer voorlopig uit te klokken. Ik kom nog wel eens terug, maar ik denk dat dat nu niet meer gaat gebeuren. Volgende week sta jij weer stoppies te doen. Volgende week. Ja, maar dan moet hij met een heel goed bot gaan komen. Ja. Altijd even afscheid nemen met de knaller. Dus dat doen we dan ook maar. Hij staat nog wel op. Die gaat het niet. Hij is wel illegaal dit jaar. Ja, dat doet het niet wel. Ik mag nooit kijken daarna. Ik snoot hier wel. Altijd afscheid nemen met de knollen. Politie, politie, politie. De lucht daar in die wijk wordt ook steeds erger, hè? Met vuur. De kop staat en gezellig dat we samen het gewerkt hebben. Ja, weer korte krachten. Ja, maar ja, helaas, de tijden gaan. Huh? Jeroen is ook een keer weggestuurd. Het langste dat ik weg ben gebleven is nu 3 maanden. Kijk hoe lang we nou volhouden. Jeroen is ook een keer zijn contract niet verlengd. Alles komt goed, joh. Nee, ik verwacht dat ik nu nog blijf. Als je onder de knikker zijn, je kan altijd terugkomen. Ja. Je hebt een brandgaatje op je jas, man. Ja, dat komt op vuur. Je moet niet zoveel peukjes roken. Dit was de eerste keer dat ik een heel aandacht had plekken. Maar je hebt deze plek ook op je shirt gehouden. Dit? Gegeten? Nee, kijk. Wat voor merk je gegeten? Zo, die burger. Laat me het te vertellen dan. Ik sta bij Meelfabriekplein en ik was naar die wc geweest. Wat en ik doe daar nog even zo'n handgelletje zo. En ik, dat was zo'n pompie. Ik denk dat hij dan tijd stond en ik doe zo. En het was echt zo'n squirt alle kanten op, zo. Dus ik zat hier, op mijn broek, alles zat onder. Dat is vieze dingen. Zullen we gaan? Ja, ik moet nog naar Warmond. Nou, tjus. Tot zie je op... Wout, zie je morgenochtend. Zie je online. Ik ga vanavond niet bellen, want nou ga ik weer... Ik had hem niet gewonnen. Nee, je moet wel werken. Broodje. De Grand Prix van Barcelona. Dat is tweede gewoon. Wout, was weer gezellig. Tot de volgende ontmoeting. Maar denk waarschijnlijk een maandje of 4 ben ik wel weer terug. Ja? Oh ja, als je niet genoeg zonnepanelen hebt. Hij heeft mij aangenomen van. Ja, maar die jongen neemt alles aan. Maar goed. Boys, je moet niet die binnenkant ook eten, hè? Ja, je moet alles eten. Dat folie moet je ook gewoon eten, dat is eetpapier. Extra smaak. Hou doe! Dat schoot je darm op. Zo, dat gaan we. Is je op bus vuil? Ja. Ik denk dat ze mijn bureau met huis. Thijs werkt ook wel letterlijk naar. Ja. Ik ga helemaal normaal met rijden dit doen. Nou jongens, het was gezellig hoor. Tabé. Chalas. Ik zie jullie vanzelf. We zien elkaar wel weer op Twitter of zo. Dat sowieso. En je ziet me op YouTube, hè? Als je me mist, kan je even kijken. Ja, nou ja, dat ging bijna niet door, want ik brak bijna mijn schijn op. Dat is fijn. Bijna naar beneden meer. Dat zou lekker zijn, hoor. Ligt op zijn rug te sparkelen. Alle epileptische aanval te krijgen, omdat je hoofd leeg bloed. Ja, dat heb ik net niet gezien, zat ik net in mijn auto, man. 5 uur. Oh, bellenblaas. Ja, dat komt. Nou, wat gezellig. Ja, ik, nee. Nee, morgen niet. Dat hoop je alleen maar. Helaas. No jackpot this time. Chalas. Later. Later man. Wat is er? Dat is een klein beetje. Ja, hij zit een beetje. Zevende schaaf. Zevende schaaf. Ik heb er niks zelf veranderd. Nou, dat is met een leasebak. Dan ga je wel goed kijken. Als er schaaltjes op zitten. Er zit ook schade, of niet? Wat schade? Hm? Nee, die vieschrijf van mij. Maar jij moet, tot wanneer moet jij? Oeh, spannend. Ik moet al bijna ik moet juni. Kijken voor jullie, man. Ik moet juni, man. Die fans zijn toen 4, 5 maartjes. Van tevoren. Ja, dan zou ik nu gaan kijken. Beetje november, hoe heet het? Oktober, september, oktober. Of ik moet zo tering van betalen voor de schade, zit ook laat me zitten. Over, dat allemaal hangen. Ja. Nou, sowieso even kijken wat je kan doen. Ik ga ook geen grijs meer nemen. Je ziet er alles op. Je ziet echt alles, man. Ik wil zwart ervan. Ja, dat wil ik zwart. Of rood. Ik heb eigenlijk ook wit, maar ja, dat zie je ook alles. Ik vind die kleur
Op die auto vind ik ook vet. De groene, alleen niet op die auto. Maar die kleur vind ik wel ziek. Ja, ik betaal overal extra voor. Story of my life, overal voor betalen. Ja. Ja, ze krijgen nog spijt. Gekke dag. Omdat het ook niet de eerste keer is dat ik mijn laatste werkdag heb gehad. Ik ben hiervoor ben ik eerder weggegaan. Alleen vanwege corona ben ik weer teruggekomen uiteindelijk. Omdat bij mijn nieuwe baan geen werk meer was. Dus ja, toen ben ik 3 maanden weg geweest en nu weer 3 maanden terug. En nu dan weer weg en nu is het eigenlijk ook wel definitief. Dus ja, aan de ene kant was het heel gek, aan de andere kant hadden mijn collega's zoiets van ja, jij bent vaker weggegaan, dus we zien je over een paar weken wel weer. Alleen het gevoel is nu al anders, ik denk nu dat het nu wel klaar is. Ik heb een nieuwe uitdaging, zoals jullie eerder in mijn video's ook hebben kunnen zien, waar ik me nu volledig op ga storten. En dan is dit boek is nu gewoon afgesloten, dit hoofdstuk. Desniettemin is het natuurlijk altijd raar. Iets waar je dagelijks naartoe gaat, wat je dagelijks doet, dat leg je ineens naast je neer. Mensen die je dagelijks ziet, die zie je ineens niet meer. Maar goed, joh, het is niet anders en zo is het leven. Nou, het begint net te regenen, dus zo te zien ben ik op tijd thuis. Daar is het welkomstcomité. Hey Pink, hey Pinkie. Hey, ga naar binnen. Nee, nog niet. Nee. Ben echt net op tijd binnen. Het is tijd om te gaan genieten van mijn avond. Het was mijn laatste werkdag. Ik ben er al klaar mee. Het is mooi geweest zo. En dus ga ik ook deze video afsluiten. Vond je dit een leuke video? Laat het weten in de reacties of doe een blauw duimpje omhoog. Wil je meer van mij, Marije en iedereen om me heen zien? Abonneer dan op mijn kanaal. En dan gaan we zeker weten nog leuke avonturen beleven. Ik wil u bedanken voor het kijken en ik zeg bye bye, ciao ciao en tot ziens!